kort na de Eerste Wereldoorlog. Vlaamsgezinden komen bijeen voor een herdenking bij de graven aan de IJzer. Dit is het publiek van de Frontpartij, opgericht op 13 februari 19. Rick Borguinon, een van de stichters, legt uit hoe het begon. Na de wapenstilstand hebben wij getracht de Vlamingen van de verschillende partijen te overhalen om samen met ons een actie te voeren voor zelfbestuur. Federalisme met andere woorden. In de loopgraven hadden Franse bevelen het Vlaamse bewustzijn aangewakkerd. Er was zelfs een frontbeweging. Net die mensen vonden na de oorlog de bestaande partijen niet Vlaams genoeg. Daarom is noodgedwongen de politieke partij die het Vlaamse Front genoemd werd, is die ontstaan.